Hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Voetbalshop Academy. Vandaag gaan we het hebben over penalties en geef ik je 4 tips om ervoor te zorgen dat jouw penalty achter in het net belandt. Want bij veel spelers ziet het nemen van een penalty er gemakkelijk uit. Toch komt er veel bekijken om dit mindspelletje van de keeper te winnen. Met deze tips zorg jij ervoor dat je de zenuwen de baas bent en zelfverzekerd aanlegt om te scoren van de stip. Neem een kleine hapering in je aanloop. Door een kleine hapering in je aanloop te nemen, is er een grote kans dat de keeper een bepaalde kant opduikt of in ieder geval aan de kant leunt. Dit geeft jou als speler het voordeel om de andere hoek uit te kiezen voor je schot. Dit vraagt wel een snelle anticipering van jou als speler. Waar je namelijk normaal voorafgaand aan je aanloop al je hoek kiest, beslis je dat hier pas tijdens je aanloop. Robert Lewandowski heeft op deze manier al vele penalties gescoord in de Bundesliga. Er zitten wel een paar haken en ogen aan deze tip. Sommige dingen zijn namelijk niet toegestaan. Je mag tijdens je aanloop niet stilstaan. Je moet dus echt een hapering in je aanloop verwerken. Ook mag je niet nep schieten. Zodra je aanloop voorbij is en je inzet om te schieten, moet je dit ook doorvoeren. De hapering moet dus echt in de aanloop zitten en niet in het schot. Je kan dit doen door de snelheid van je aanloop halfwege iets af te remmen of door een hopje of een huppeltje in de aanloop toe te voegen. Veel keepers zullen tijdens de penalty letten op de aanloop en lichaamshouding. Door een kleine aanpassing daarin te doen, is het al redelijk makkelijk om de keeper op het verkeerde been te zetten. Dit doe je bijvoorbeeld door je lichaam naar links te leunen en je hoofd naar links te draaien. Hierdoor laat je lichaamshouding zien dat je naar links gaat schieten, vervolgens schiet je de bal in de rechterzijde van de goal. Dit werkt natuurlijk hetzelfde de andere kant op. Dus met je lichaam naar rechts om vervolgens links te scoren. Dit werkt vooral goed tegen keepers die je niet kennen, bijvoorbeeld in een wedstrijd tegen een andere club. Deze tip vergt wel wat training, omdat je lichaam aan moet leren om tegen zijn wil in te gaan. Je richt op links, maar je schiet naar rechts. De Universiteit van Bath heeft onderzoek gedaan naar de perfecte plek om de bal te richten. Wanneer de keeper vanuit precies het midden vertrekt, heeft hij maar een bepaald deel van het goal waar hij kan komen. Dit wordt de duikzone genoemd. Schiet je buiten die zone, dan heb je 80% kans om te scoren. Schiet je binnen die zone, heb je 50% slagingskans. Er is ook een unsavable zone. Die bevindt zich in de kruising. Wanneer je hier schiet, heb je volgens de Universiteit van Bath 100% slagingskans. Dit is natuurlijk allemaal theorie, maar in de praktijk is het ook getest. En op de afgelopen EK's en WK's hebben alle penalties in de kruising ook gelijk tot een doelpunt. Maar zie die hoek nog maar eens te raken. De 100% scoringskans in de kruising is dus alleen toepasbaar bij spelers die ook een 100% gericht schot hebben. Voor spelers die die techniek nog niet 100% onder de knie hebben, is er nog een andere optie, het midden. 10% van de spelers schiet de bal maar door het midden. Wat gek is, zeker als je de statistieken van de keeper erbij neemt. 3% van de keepers op de afgelopen EK's en WK's bleven namelijk maar staan. Maar liefst 94% van de ballen die door het midden werden getrapt, leidden tot een doelpunt. Dus wil je voor veilig en een grote kans gaan, schiet de bal dan door het midden. Naast de fysieke techniek zit er natuurlijk ook een heel groot deel mindgame achter de penalties. Uit eerdere penaltyreeksen is gebleken dat de vaste routine of rustig de tijd nemen om een penalty te schieten succes heeft. Spelers die in minder dan 1 seconde de bal klaarleggen, scoren maar in 58% van de gevallen. Bij spelers die er langer over doen, stijgt het getal naar 80%. Ook dit geldt als de speler na het fluitsignaal kort wacht om zijn aanloop in te zetten. Snel trappen kan ervoor zorgen dat je niet helemaal gefocust begint aan je aanloop. Pak dus je tijd. Daarnaast zegt een blik ook veel. Eden Hazard staat er bijvoorbeeld onbekend om zijn oogcontact met de keeper tijdens het nemen van een penalty. Deze manier werkt echter alleen goed bij spelers die de techniek erg goed onder controle hebben. Keepers proberen namelijk vaak om de spelers op verschillende manieren af te leiden. Ik adviseer daarom aan om weg te kijken van de keeper en focus bij jezelf te houden. Dit waren mijn tips om ervoor te zorgen dat jouw penalty voorbij de keeper komt. Net zoals altijd geldt ook weer hier, oefening baart kunst. Werk aan je techniek, lichaamshouding en het koel houden van je hoofd. En jij scoort binnenkort elke penalty.
Vond je deze video leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. En laat ons weten welke skill je de volgende keer wilt leren. En hopelijk zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe video. Later.